Pas mij eens even een eurotje. Je hebt een hele directe benadering. Ik wil jou ook niet in de problemen werken, maar het kan wel gebeuren. Yes, party peeps, leuk dat jullie allemaal kijken. Naar een nieuwe video van de Gierengasten. Mijn naam is Niels, dit is Joost. Yes, daar zijn we. En we hebben vandaag weer een heel leuk nieuws Gierengasten-item. Namelijk, we zijn benieuwd of je meer afdwingt met een hele agressieve toon naar mensen toe. Paas mij eens even een eurotje. Of als je mega joviaal, lief en slijmerig bent. Ziet er goed uit. Ja, ik had wel een vraag. Heb jij toevallig een euro? Ja, want mocht je het niet kennen, de persuasion, de law of persuasion. Dat is eigenlijk een soort van de studie over hoe je nou bepaalde dingen gedaan kan krijgen. Hoe krijg je shit voor elkaar? Dus werkt de intimidatie beter of juist de joviale versie van jezelf? Ronde 1. Ik denk dat we gewoon mensen op straat even gaan aanspreken. Ja, we gaan bietsen voor een eurotje, ja. Maar dat kan natuurlijk dus op de twee manieren. Eén is slijmerig en heel joviaal. En de ander is vrij agressief. Ik denk dat jij van nature vrij agressief bent en ik ben van nature vrij slijmerig. Ja. Nou, eens even kijken hoe sympathiek ik overkom. Hey, heb je een euro? Nee. Kijken. Yo, mag ik jou wat vragen? Je ziet er heel tof uit trouwens met die bril. Dankjewel. Holy fuck, waar is die van? Garrett Lights. Garrett Lights, nog nooit van gehoord, maar het ziet er zo goed uit. Ja, dankjewel. Ja. Hey, ik had een vraagje. Ik heb hier een rekening, ik kom alleen 1 euro tekort. Alleen ik heb geen pas bij me. Ik vroeg me af of jij... Oh, top. Het was geen geld, maar oh. Ik heb in ieder geval een pas. Oh, top man, dat is echt super aardig van je. Maar om heel eerlijk te zijn... Ja, heb ik ook geen rekening. Oh. Maar wilde ik even kijken of als je complimentjes aan iemand geeft, of dat helpt. Tuurlijk helpt dat. Ja? Complimentje niet per se, maar als je een beetje gezellig aankomt. Dan... Aardig, sympathiek voor je te zijn, dan... Ja. Oh, nou. Good to know. Wat een coole zonnebril trouwens. Ziet er goed uit. Ja, ik had wel een vraag. Ik heb hier een rekening en ik kom alleen 1 euro tekort. Ja? Heb jij toevallig een euro? Want ik ben mijn pas vergeten. Ik heb nooit vaak klein gegeven. Nee, ja. Dat probleem had ik dus ook. Maar heel aardig dat je in ieder geval kijkt. Echt super. Oh, wat geweldig. Dit is echt heel lief. Dankjewel. Top. 2 euro opgehaald. Ja. Hé, hey, dat is oprecht heel erg goed. Ik, dat ging me best lekker af eigenlijk. Joviaal zijn, sympathieke uitstraling, dat helpt. Dan krijg je dingen wel voor elkaar. Van de mensen, ja. Ja, tenminste, voor een eurotje helpt het. Nou, dan ga ik het even een keer proberen op de agressieve manier. Intimiderend. Het hoeft niet agressief te zijn, maar je kan ook heel intimiderend zijn. Dit is sensueel, Niels. Oh. Maar ik ga het proberen, gozer. Ik ga het proberen. Ja, ik zie daar 2 jongens. Die ga ik af aanspreken. Die lopen achter me, zich van aanloopje nemen. Hé, heren. Paas me eens even een eurotje. Heb ik niet. Nee, ja, ik heb het echt nodig, man. Even een eurotje. Ik heb geen cash bij me. Sorry. Nee? Ik heb een leeg flesje zo meteen. Maar... Nee, ik moet namelijk even een rekening daar betalen. En ik kom net even 1 euro tekort. Lijkt me gewoon het beste voor iedereen dat we dat nu gewoon even gelijk oplossen. Voor nu en voor altijd. Kan je even meelopen, dan kunnen we het even oplossen. Ja? Nee. Nee? Oké. Probeer ik het even bij iemand anders. Ja. Weet je wat eigenlijk het pijnlijke hiervan is? Nou. Is dat ik echt heel erg mijn best deed, maar zij gewoon in de lach schoot. Ja. Ze lachten me gewoon uit aan het begin, zeg je dat? Ja. Pas mij eens even een eurotje. Sorry? Pas mij eens even een eurotje. Nog een keer? Pas mij eens even een euro. Dat is wel eigenlijk de goede directe vraag. Ja, het moet ook even snel worden opgelost. Ik zit in de problemen en ja, ik dacht, ik moet daar even een euro aftikken. Ik kom tekort. Ja. En het is mijn probleem nu. Ja. Maar het zou handig zijn als we het niet het probleem van ons beiden van maken. Dus als je een eurotje hebt, dan kunnen we het even gelijk even oplossen. Ik hoor wat je. Alleen... Kun je me even helpen? Ik zou... Je hebt een hele directe benadering. Ja, dat klopt. Dat is even wennen, zo maar zeggen. Ah ja, nou oké. Nee, ik bedoel het goed hoor. Ik wil jou ook niet in de problemen werken, maar het kan wel gebeuren. Oh ja? Oké. Okay. Maar even los daarvan. Ik heb mijn phone bij me en that's it. Dus we kiezen voor de problemen? Nee, ik bedoel, ik neem aan dat je... Er zijn allerlei andere manieren, zeg maar. Weet je wel?
Ik kan dit ook helemaal niet volhouden, joh. Stel dat ik het nou heel vriendelijk had gevraagd. Had je dan een euro'tje voor me gehad? Die kans is groter. Dat is groter geweest, ja. Hè? Ja. Ja. Nou, jovialiteit werkt wel, hè? In dit soort dingetjes. Dat gaat wel lekker. Voor een eurootje, dan moet je gewoon vriendelijk zijn, dan krijg je het meestal wel. En de intimidatie, de agressieve Joost, werkt niet zo goed. Nee. Dat heeft gewoon geen resultaat. Misschien moet jij het even een keer proberen. Ja, maar dan laten we dan even een andere setting opzoeken. Ja, wat dacht je van, je wilt een broodje bij een hotdogkraam of zo? Een hotdog, inderdaad. En we gaan afdingen en dat gaan we op een hele intimiderende manier doen. Ja, en ik ga heel erg hard slijmen. Yo, Peaky Blinder nou, mate. 250, mate. 250? I'm not a big fan of 250. Jij bent gewoon een gekke guy uit Birmingham. A Birmingham. Nou, zet hem op, Pik. Oké, dankjewel, man. Dat wordt hem. Motherfucker. Hallo. How much is it for hot dog? €3 for a small one? Yeah, it's in the sale. In the sale? Yeah. No, I would rather do $2.50. Yeah. $2.50, I don't have it today. Maybe tomorrow. You don't sell it for $2.50 for me? Alright. I'll raise $2.70. That's 20 send more than I was willing to pay. Yeah. Do we have an agreement? No, sorry man. It's still 30 cent less. We don't have an agreement? No, sorry. Well. That's pretty bad. Well, have a good one. Okay. This is so good. Goedemiddag. Hi. Hallo, hoe is het met u? Ja, hoe is het met je? Ja? Lekkere dag, man. Hey, is deze vernieuwd? Is deze waar? Ja, omdat ik kom hier vaak, woon hier in de buurt. En ik wil trouwens een hondokje hoor, doe maar een kleintje alsjeblieft. Ja. Nee, en... dit is een leerplaats. Je staat elke week in de kamers. Oh, oké. Okay. Ik wou zeggen, want sommige die hier komen, die zien er eerlijk gezegd niet al te best uit. Maar deze is nog echt heel, heel erg mooi. Nou, we doen ons best. Ja, nice. Hey, even een kleine vraag. Ik zit eigenlijk heel krap deze maand. Ja. Zou ik hem in plaats van 2,50 voor 2 mogen? Jij bent brutaal. Ja, als het kan zou het super fijn zijn. Voor jou wel. Ja? Dankjewel. Top. Ik wil nog één ding testen. We hebben nu al bijna de conclusie, maar ik wil nog één ding testen. Zeg dus. Werkt het ook in de GVB? In de openbare... Dat je iets van iemand wil? Waar die zelf totaal geen baat bij heeft. Dus... Hij verdient niks aan een kaartje meer of minder. Precies. Werkt dan de intimidatie wel? Ik vind het de goeie. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Wie gaat intimideren? Steenpapier Schaar. Oké. Okay. Steenpapier Schaar. Steenpapier Schaar. Oké, okay, ik ga intimideren. Kut. Okay. Ik was de eerste ronde al bang dat ik klappen kreeg en dan ben ik nu weer. Dag mevrouw. Hoe gaat het met u? Ja? Wilt u een magazine van mij? De Cosmopolitan. Die heb ik net gratis gekregen. Nee, in het park deelden ze die uit, maar ik denk dat u hem leuker vindt dan ik. Toch? Kunt u lekker lezen. Ik heb een vraag. Ik moet één halte mee. Ik heb alleen geen geld. Lukt dat? Dank u, u bent geweldig. Oh, ik zie daar de tram. Ik zit hier echt zwaar tegen. Ik hoop gewoon dat het niet te druk is in de tram. En ik hoop dat er geen hele lieve vrouw achter het loket zit. Dat zou ik ook kut vinden. Goedemiddag. Luister eens even heel goed. Dit is jouw probleem. Ik heb geen kaart, maar ik ga wel mee. Ik ga daar zitten. Ja? Dankjewel, hè. Maar dit was wel... Vrij intimiderend moet ik zeggen wat je zei. Ja, maar goed, het ging om het resultaat. Ik vond het ook niet leuk om te doen eigenlijk hoor, maar nee. Ik mocht wel van halte mee. Het resultaat mag er inderdaad zijn. Ja. Het is de eerste keer vandaag dat je intimiderend overkomt en dat je dan daar ook iets mee fixt. Maar goed, aan de andere kant, toen jij het heel lief vroeg of heel joviaal was,
Mocht ook gewoon. Inderdaad. Dus wees gewoon een leuk persoon en wees gewoon joviaal, dan kom je veel verder mee. Ja, we zijn helemaal tot het einde gekomen van deze video. Inderdaad, zoals Joost al zei, gewoon vriendelijkheid werkt het allerbeste. Dus mocht je het nou niet eens zijn met je moeder, je broertje, wil je wat voor elkaar krijgen, doe het met een lach. Laten we allemaal niet intimideren meer doen. Nee, en laat het, maken. Nee. Met een lach. En dan knuffel komt elkaar goed. Als het weer mag, zometeen na corona. Wees lief. Knuffel dan krijg je veel meer voor elkaar. Doe andere linkse dingen. Volgende week zijn we gewoon weer terug met Later. Een nieuwe video. Doei doei.